Airways. Proud to serve you. Agribidij regelt uw uitvaarten volgens uw geloof. Zij begeleidt ook de nabestaanden bij de rituelen. Door 16 jaar kennis en ervaring is Agribidij in staat u een volledige dienstenpakket te leveren. Het maakt niet uit waar u verzekerd bent. Agribidij kan de uitvaart voor u regelen. Ook als u niet verzekerd bent, kan Agribidij uw uitvaart regelen. Agribidij is vanaf 2014 een keurmerkondernemer geworden. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website. Uitzending van Hit TV, dit keer helemaal in het teken van het Mielenfestival. We staan hier vandaag in het Zuiderpark in Den Haag en dit jaar bestaat het Mielenfestival 30 jaar. Daarom een speciale uitzending van Hit TV. En als ik hier zo naast me kijk, Priscilla met haar schaafijsje, is er helemaal klaar voor? Ik ben er klaar voor. En Sanji, ik zie dat jij ook al helemaal in de startblokken staat. Ja, ik ben er helemaal klaar voor. Kijken dus! Meneer, ik loop hier zo over het Mielenfestival en ik zie dat u wel heel goed geïntegreerd bent. Een Suriname shirtje op het Mielenfestival. Wat brengt u hier? Nou, de hele entourage en gezelligheid. En af en toe mijn familie komt hier, mijn aangetrouwde familie. En ja, dat en het eten en de muziek, de Hindoe muziek, dus de hele cultuur. Wat spreekt u nou het meeste aan uit de Hindoestaanse cultuur? Ja, niet alleen het eten en de gezelligheid, maar ook de taal. De integratie van de taal is ook belangrijk. Ik moet zeggen, ik vind dit wel echt een verschijning hoor. Ik zie hier gewoon een Hollands man, zo Hollands als maar wezen kan, in een Surinaams shirtje. En volgens mij hoorde ik je zojuist Hindoestaans praten. Ja, omdat je Hindi, Hindoestani, ja. En kon. Ja. Van wie heeft u dat zo goed geleerd? Na Akela Hammer, Palwar Sanamke, maar Hammer Buku en Batiai Palwarke en Sanamke India, zo sap. Ik ben zwaar onder de indruk. Dit heb ik echt nog nooit meegemaakt. Bent u elke dag op het Mielenfestival geweest? Na Akela Aats. Oké, alleen vandaag. Ik vertaal het even voor de kijkers van Den Haag TV, hè? Ja, gisteren en eergisteren was voetbal, Hamdekje voetbal en Bahut Unche Agoland. En Aats Ham Dekje Milan, Aats na voetbal en Hamdekje Milan. Voetbal Saban. Ah, na Saban. Boet Holland, Argentinië, Euro, finale Adwar. Zo, sap, ik denk je. Nou, meneer, hartstikke bedankt voor dit interview in het Nederlands en het Hindoestaans. Dit is een unicum en dat kan natuurlijk alleen bij Hit TV. Dank u wel en nog heel veel plezier. Doe dan baat en prettige dag. Dank u wel. Okay.
फिर आमने सामने बात होगी फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर आज उनसे पहली मुलाकात होगी फिर आमने सामने बात होगी फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर Bang sein, dieser Link in der Fellen, Chinse, Chinse. Dieser Link in der Fellen, Bang sein, Bang sein. Andeka, Anjana, Mukra, Kesa, Hoga. Nazane, Botan, Deka, Tukra, Kesa, Hoga. Moro, Siki, Baka, Segi, de Moro. Moro, Lali, Baka, Segi, de Moro. Chiba, Moro. Chino, Matike, Seke. Amani, Moro. Chino, Matike, Seke. अनदेखा अनजाना मुकड़ा कैसा होगा ना जाने वो चांद का टुकड़ा कैसा होगा मिलते ही उसे नजर हाय दिल में एक बेकरारी सी दिन रात होगी फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर Meneer, ik sta hier bij een tent, de Jalebi tent, een traditionele lekkernij, hè, op de Mielen? Dat klopt. We zijn zeer blij dat we dit al jaren doen hier in Den Haag op festival. Het wordt zeer ambachtelijk gemaakt, want tegenwoordig vind je alleen maar verpakte jalebi. Maar wij maken het echt nog op de traditionele manier. En dit is echt de Surinaamse jalebi wat we hier maken. Oké, want u zegt echt op de traditionele manier. Hè? Wat is de traditionele manier zonder natuurlijk het geheime recept prijs te geven? Jalebi moet van nature moet die gaan gisten. Dat is nummer 1. De Surinaamse jalebi moet niet alleen zoet smaken, maar ook een klein beetje een zuurig karakter hebben. Dat is zeer belangrijk voor onze jalebi. En dat hebben wij. En mensen weten ook van dit is de echte Surinaamse jalebi. En staat u nou elk jaar op het Mielen Festival in Zuiderpark? We staan de laatste jaren staan we hier op festival van de Mielen. En mensen weten dat ze het bij ons kunnen krijgen. Ja, inderdaad, want ik zie er is grote drukte in uw stand hier zo. En het is natuurlijk omdat hier de ambachtelijke jalebi's worden gemaakt. Wat verkoopt u hier nog meer? Daarnaast hebben we diverse soorten cakejes. We hebben de Indiase mithai hebben we erbij, maar ook weer ambachtelijk bereid. Krontekoekoe, hè, gerast. We hebben de rasmalai van verse melk gemaakt. Maar heel veel mensen werken met melkpoeder. Maar wij hebben dus, qua kraam hebben wij eigenlijk zeg maar, dingen die wij eigenlijk veel zelf maken. Ze worden hier echt vers gemaakt en ik begrijp dat je dat niet zomaar kan doen, hè? Dat zo'n jalebi bakken. Daar zit een techniek achter. Daar zit een techniek achter. Eigenlijk is het zo dat mijn vader het in India heeft geleerd en daarna is hij een beetje gaan experimenteren. En zo hebben we het allemaal een beetje overgenomen van mijn moeder naar mijn vrouw toe. En het leukste is vanaf deze Mielen is de jongste zoon het ook gaan proberen. En ja, het komt er mooi in. Kijk eens aan, echt een familiebedrijf, hè? Dus die jalebi's. Klopt, het wordt een familiebedrijf. Daar zijn we heel blij mee. Hartstikke bedankt en nog heel veel succes met het bakken van de jalebi's. Dankjewel.
Nou, we staan hier op het Milan Festival en achter mij hangt een man. Wat gebeurt hier precies? Hij moet hier gewoon 2 minuten aan die paal blijven hangen. Lukt hem dat, mag hij kiezen uit de motor, een tijger of 100 euro cash in de hand. Zo, zijn er ook mensen die dat redden? Er zijn hier dit weekend al 3 mensen geweest die dat gered hebben, ja. Dat klopt. Oké. Nou, en weet u zelf dan ook iets van de Hindoestanen af? Het is natuurlijk een beetje een Hindoestaans festival. Ik weet dat ze lekker eten hebben en mooie vrouwen hebben, maar voor de rest weet ik er weinig van. Dus je hebt hier ook wel lekker gegeten dit weekend? Dit weekend nog niet, maar ik ben er wel eerder geweest en toen wel, ja. Oké, nou, en ben je vaker op zulke festivals te vinden? Het laatste jaar niet zo vaak, want ik ben meer aan het werk dan dat ik vrije tijd hou. Dus, Nou, dan hoop ik je nog ergens te treffen. Vast wel, ik kom hier nog wel eens een keer in Den Haag. Dus dan hoop ik dat jullie ook eens een keer zien op tv of op het internet. Ja, nou, misschien ga ik volgende keer zelf hangen. Dat mag je nu ook even proberen. Laat zien dat je een goede reporter bent. Nou, dat doen we de andere keer. Nee, dat gaan we nou doen. Joey, kom maar even naar beneden. Jee. Ik neem deze wel even. Kom maar. Hallo, mag ik jullie wat vragen? Ja. Heel verbaasd. Jullie zijn hier op het Milan Festival op een regenachtige zondag. Ja. Was dat in de planning? Nee. Werden jullie overgehaald door de kinderen? Nee, ook niet. Waarom zijn jullie hier dan? Geen idee eigenlijk. Geen idee, echt waar. Het is gewoon pas boom. Ja, zullen we naar Milan gaan? Ja, oké, is goed. En wat vinden jullie nou zo leuk aan de Milan? Baras. Baras? En... Gewoon de sfeer die daar hangt, ja. Weet je wat het is? Vandaag is het extra rustig. Gisteren was het volgens mij ook rustig. En vrijdag was het ook rustig. Volgens mij is het elke dag rustig geweest. De tijd is gewoon even slecht. Je hebt een WK, het is regenachtig. Wie gaat nou naar Milan komen? Nou, jullie! Ja, wij hè. Ja, eigenlijk is de WK van gisteren is er al voorbij, dus... Dus als er vandaag een voetbalwedstrijd was van Nederland, dan hadden jullie hier niet gestaan? Nee, daarom zijn we gisteren ook niet gekomen, toch? Oké, we zien duidelijk waar de voorkeur eruit gaat, hè? WK, hè? WK! Nou, heel veel plezier nog op de Milan. Goed, dankjewel hoor. Dat is
ke doro ja internet bhar ke mera ruchute baki mera ruchute baki mera ruchute baki facebook na chute haath ko tute baki facebook na chute facebook na chute are facebook na chute mera ruchute baki facebook na chute family Waarom staan jullie eigenlijk op dit festival? Suikerziekte komt heel erg vaak voor bij de Hindoestaanse bevolking. Daarom staan we hier jaarlijks om de bloedsuiker te meten. Oké, nou dan ben ik benieuwd wat er bij mij eruit komt. Ja, maar ik ga uw bloeddruk meten en niet uw bloedsuiker. Dat zijn twee verschillende dingen. Komt suikerziekte bij u in de familie voor? Nee, komt bij mij niet in de familie voor. Goed zo, dan bent u gelukkig. Oké. Dat ding gaat wel strak om je arm. Ja, hij pompt op. Totdat hij voelt dat hij de top bereikt heeft. Hij voelt al uw bloeddruk. Dus stel dat uw bloeddruk 160 is, dan pompt u op tot 160, 170. En dan gaat hij vanzelf teruglopen. Dus hij pompt iets harder op dan dat uw bloeddruk is. Uw bloeddruk op dit moment is 136 over 92. De bovendruk is goed. De onderdruk 92 is ietsje te hoog. Oké, en wat kan ik dan eraan doen? Daar kunt u aan doen minder zout eten, veel bewegen en wat gewicht verliezen. Oké, nou dan ga ik dat doen. Gaat het goed zo? Oké, we gaan nu kijken wat mijn bloedsuiker is. Dus ik krijg even een prikje. En dan weten we binnen 5 seconden hoe het ermee staat. Nou, ik ga wel de andere kant op kijken hoor, want ik vind het een beetje eng. Nou, ik doe het zo 5 keer per dag bij mezelf. En als het echt eng zou zijn, dan zou ik daar wel een keer mee ophouden. Dat is de hele operatie, hou maar even vast. Oké, nou dat was het. En je hebt geen diabetes? Nou, ik heb geen diabetes, dat is heel goed nieuws. En wat is mijn suiker? 4,7. En wat betekent dat? Dat zal ik uitleggen. Dat betekent dat het vrij laag is, dat je best een hapje mag gaan eten. Oh, dat betekent dat ik op dit moment moet gaan eten, jongens. Nou, bij mij is de uitslag 4,7, maar stel dat het heel hoog was, wat had ik dan moeten doen? Er zijn hier artsen aanwezig, dus dan verwijs ik je naar een arts die verder uitleg zal geven en advies wat te doen. Want boven welke waarde loop je nou een beetje gevaar? Als die boven de 8 is, dan begint het risico te komen. Boven de 11, dan maak ik je lid van onze vereniging, de diabetesvereniging, want dan heb je diabetes. Maar boven de 8 is het twijfel. Oké, en als je waarde boven de 8 is, dan kan je het zelf nog gezonder gaan leven om te voorkomen dat je diabetes krijgt? Nee. Ja, afvallen helpt, gezond eten helpt,
Maar als je eenmaal diabetes hebt, dan heb je diabetes. Dat gaat niet meer over. Het is chronisch. Nou, dan wil ik u heel erg bedanken voor het interview. Graag gedaan. Succes. Nou, ik sta hier naast de commerciële directeur van Intervast. Zou je jezelf even kunnen voorstellen? Mijn naam is Rohit Kanhai en ongeveer 4 jaar actief bij het bedrijf als commercieel directeur. Oké, nou en wat doen jullie eigenlijk? Intervast bestaat al 20 jaar en heeft zich eigenlijk ten doel gesteld om de Surinamers in Nederland tegemoet te komen als het gaat om vastgoed in Suriname. Huizen, percelen, etc. Oké, dus jullie maken dus voor de Nederlanders huizen in Suriname? We zijn begonnen met de verkoop van percelen, daarna ook huizen bouwen. Nu zijn we gespecialiseerd in het ontwerpen van de woningen en turnkey opleveren van de woningen binnen afgesproken termijn. Oké, en waar kunnen mensen jullie nou vinden? We staan al 20 jaar gevestigd op hetzelfde adres in Den Haag op de Van Marumstraat. Het is een zijstraat van de Regentesselaan, best bekende straat in de buurt van de Haagse Markt. Waarom willen mensen dan per se een huis in Suriname? Ja, ik kan daar urenlang over door blijven praten, maar er zijn een hoop mensen in Nederland die in 1975 vanuit Suriname hier naartoe zijn gekomen. Velen zijn nu al pensioengerechtigd en willen eigenlijk terug naar hun land. Sommigen hebben nog een bouwkavel en willen eigenlijk toch hun droomwoning voor hun oude dag daar in Suriname bouwen. Suriname anderzijds heeft nu een opkomende economie. Dus je ziet ook een hoop mensen die willen investeren in Suriname. Je hebt verschillende mensen die toch een reden hebben om daar te investeren. De Nederlandse crisis natuurlijk. Dus hier gaat het wat slechter, daar wat beter. En je ziet toch wel bewegingen ontstaan. Okay, en nou, hoe spelen jullie dan in de wensen van de mensen? Wij hebben ons gespecialiseerd in het luisteren naar mensen. Van wat zijn nou de wensen? Hoe gaat die vrouw in de keuken staan? Hoe gaat die man zijn biertje drinken? Hoe is de beleving van hun second home of hun permanente verblijf? En wij willen dat weten, want wij moeten die woning met z'n allen ontwerpen. Dat hun droomwoning is. Dus goed luisteren naar je mensen. Ik sta hier tussen twee handsome boys hier in de tent op de Milen. Hoe heet jij? Rohan. Hoe? Rohan. Rohan. En jij? Ja, ik heet Akshay. Akshay? Ja. Net als Akshay Kumar? Ja, zeker weten. Akshay Kumar. Oké, maar jullie zijn hier op de Milen. Waar komen jullie vandaan? We komen van Arnhem. Arnhem, allebei? Allebei Arnhem. Allebei Arnhem. Daar hebben jullie ver gereden om hier te komen. We zijn met de trein gekomen. Ga weg. Zijn jullie met de trein? Ja, speciaal voor jullie zijn we hier gekomen. Speciaal voor ons? Ja. Maar even zonder dolle, hè. Wat vinden jullie zo leuk aan de Milen? Gewoon de mensen die hier zijn, lekker wara eten. Ja. Lekker eten, leuke attracties voor ons. Ja, ja. Dus dat vind ik eigenlijk leuk, maar jammer dat het weer zo is. Ja, het weer valt een beetje tegen, maar heb je daar veel last van of loop je gewoon zo de regen in? Ja, we hebben er met z'n allen wel last van. We hadden gehoopt op een mooi weer, maar het is niet gekomen, maar we gaan er gewoon doorheen. Ja, want jullie komen speciaal voor de Milen, dus ja, dan ga je er gewoon van genieten. Ja, dat is eigenlijk wel waar, maar ik vind het echt jammer. Ja. Heb je al veel badas gegeten? Ja, zeker weten. Ik heb er al eentje gegeten en zo meteen komen er nog 10 in mijn maag. Nog 10? En jij dan? Ja, ik heb saté gegeten en ook bara. Oké. En kijken jullie ook wel eens naar Hit TV? Nee, ik ken het niet, maar van mijn oma heb ik het wel eens een keertje gehoord. Oké, en wat zei je oma dan over Hit TV? Gewoon wat ze daar allemaal draaien en wat ze allemaal zeggen. Dus ik had het wel een keertje eerder gehoord. Oké. En wil je nog iets speciaals tegen je oma zeggen? Dan mag je in de camera kijken en dan mag je iets tegen haar zeggen. Nani, ik hoop dat je dit kan zien. En ik hoop dat je het heel leuk vindt. Wil jij ook nog wat zeggen? Ja, ik hoop dat hij ervan heeft genoten dat wij twee, dat zij ons mocht interviewen. I love Hit TV! Go, go, go met Goinda Tours! Wij hebben weer nieuwe reizen voor u op het programma, zoals de 8 dagen Mini Europe Tour, 12 dagen naar Portugal, het mooie Praag en de 9 dagen South Europe Tour. Voor meer informatie kijk op www.goindatours.com of bel ons op 0900 468 4632. Goinda Tours, service with a personal touch. Agribidij regelt uw uitvaarten volgens uw geloof. Zij begeleidt ook de nabestaanden bij de rituelen. Door 16 jaar kennis en ervaring is Agribidij in staat u een volledige dienstenpakket te leveren. Het maakt niet uit waar u verzekerd bent. Agribidij kan de uitvaart voor u regelen.
Ook als u niet verzekerd bent, kan Acribidij uw uitvaart regelen. Acribidij is vanaf 2014 een keurmerkondernemer geworden. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website. Fahon, Hindustani Radio. Nu in de ether te beluisteren in grote delen van Nederland op 1566 AM. 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Voor meer informatie ga naar de website www.fahonfm.nl of bel naar 070 365 2247. Fahon, Hindustani Radio. 1566 AM. 1566 AM.